Meneer Wiegel, welkom. U heeft in een aantal recente spreekbeurten een pleidooi gehouden voor, laat ik maar zeggen, een nationaal reveil voor herstel van normen en waarden. U maakt zich vooral zorgen over de jeugd. Scholen zijn niet meer het juiste klimaat om, zeg maar, een juiste overdracht van normen en waarden te verzorgen. Te weinig toezicht, te weinig regels. Heeft u nog wel eens heimwee aan uw eigen schooltijd? Heimwee niet, maar ik denk met veel plezier toch aan die schooltijd terug, ja. En welke meester maakte de meeste indruk, of welke leraar later? Mijn geschiedenisleraar heeft een grote indruk op mij gemaakt. Ik was ook van plan eerst geschiedenis te gaan studeren. Later is er wat anders gebeurd. Maar hoe zat het met de normen- en waardenoverdracht in die tijd? Nou, daar werd eigenlijk niet over gesproken, maar het ging vanzelf. Hè? Je had natuurlijk ook leraar die geen orde hadden in de klas. Natuurlijk was het ook zo. Maar de manier waarop mensen met elkaar omgingen was toch wat anders. Is Nederland op weg naar een morele crisis? Nou, dat is zo'n groot woord. Hè? Dat zou ik ook niet willen gebruiken. Maar ik denk wel dat, dat hebben we ook kunnen zien na de dood van de jongen in Leeuwarden. Toen ontstond er in de stad en in het hele land zo'n gevoel van dit kan toch niet. En ik denk dat dat ook het grote gevoel is wat onder heel veel mensen leeft. Van dit kan toch zo niet. Zo kun je in dit land toch niet met elkaar omgaan. En ik denk ook dat de politiek daar niet alleen van moet zeggen van ja, dat is nu helemaal gebeurd en het is heel erg. De politiek moet daar dus iets aan doen. Zoals ook de Engelse eerste minister bijvoorbeeld daar in zijn land wat aan doet. Maar als we niets doen, dan stevenen we wel af op die morele crisis? Ik vind gewoon dat de regering het signaal wat leeft onder de bevolking. Er moet wat gebeuren aan die normvervaging. Er moet wat gebeuren aan dat geweld. Dat de regering het voortouw moet nemen om er wat aan te doen. Dan kan de regering ook niet in haar eentje. Er zullen allerlei overlegsituaties moeten komen. En ook de gemeenten hebben een rol. En ook de politie heeft een rol. En ook het onderwijs heeft een rol. En ook de horeca heeft een rol. Maar ik vind eigenlijk dat er een beweging op gang moet worden gebracht. En daar heeft de regering een grote verantwoordelijkheid voor. Om te laten zien aan de bevolking van ons land dat het toch anders moet. We hebben uw opvatting eens voorgelegd aan iemand uit een andere hoek van het politieke spectrum. De Partij van de Arbeid-ideoloog Jos de Beus. Laten we daar even naar kijken. Dat lijkt me goed. De meeste Nederlanders willen vrede en veiligheid en hebben als norm dat je geen geweld gebruikt. Is het dan onzin? In die zin is de stelling dus onzin. Het is hier geen Rwanda, het is hier geen Rusland. Het is hier ook geen België trouwens. Gaat Wiegel eigenlijk niet te ver? Nee, hij gaat niet te ver. Het is een probleem waar veel mensen zich zorgen over maken en hij mag dat benoemen. Hij gaat in zekere zin te ver dat het probleem al lang wordt onderkend. Door gewone burgers die 's nachts demonstreren met een kaars. Door burgemeesters die zeggen ik wil mijn beleid nog eens herzien. Dus Nederland ontkent het probleem niet. Dus we hebben Wiegel niet nodig om te weten dat we hier serieus naar moeten kijken. Wiegel is een van degenen die het Nederlandse volk uit de jaren 50 heeft geleid in de jaren 60. Meer morele vrijheid. Er zijn vele andere politici, ook ter linkerzijde, die daar nu spijt van hebben. En ons eigenlijk weer terug willen brengen in de jaren 50, wat natuurlijk niet kan. Nou, hebben we u helemaal niet nodig. Het Nederlandse volk protesteert al tegen zinloos geweld en weet dus precies wat de normen en waarden moeten zijn, zegt de Beus. Vond de beelden in het filmpje rond de heer de Beus nog helderder dan zijn tekst. Maar ik wil niet met de heer de Beus erover strijden, want waar het over gaat is, wat doen we eraan? En ik ben er dus heel erg verheugd over dat de regering onder leiding van de minister-president op de voorstellen die wij hebben gedaan, positief heeft gereageerd. Maar het gaat om meer. Hè? Ik bedoel, dat zinloos geweld, dat zijn natuurlijk vreselijke extreme uitbarstingen. Maar u bedoelt meer als u het heeft over het verval van normen en waarden. Ja, ik bedoel meer. Maar dat punt wat ik zo pas aankaart is natuurlijk toch wel datgene wat het meest zichtbaar is en wat mensen ook raakt. Maar er zijn ook inderdaad allerlei achterliggende voorbeelden, achterliggende situaties. Een hoogleraar in het strafrecht
Heeft kort geleden nog gezegd, ja, wat je ziet is misschien toch het gevolg van wat een deftig heet de permissive society uit de 70er jaren. Grenzen zijn toch minder helder, ook voor jonge mensen. En ik denk hoe dat komt het... dat? Dat zijn de opvoeders van nu zijn ja, opgegroeid in de jaren 70? Zeker wel. En ik denk dus meer. Dat het heel erg belangrijk is, ook voor kinderen, dat men weet, zo gaat het toch normaal in een opvoeding. Waar liggen de grenzen? Wat mag wel en wat mag niet? Ja, u heeft ook wel eens aardige dingen gezegd over Tony Blair. Die heeft overigens ook onlangs gepleit voor een avondklok, hè, voor jongeren onder een bepaalde leeftijd. Ja. In een aantal Amerikaanse steden gebeurt dat wel. Ja. Moeten we daar aan denken? Nou, dat is op zichzelf best te overwegen. Hoe laat? Dus dan is het toch belachelijk dat kleine kinderen s'avonds na 9 uur op straat lopen. Hè? En dat gebeurt blijkbaar. Daar heeft de Engelse eerste minister op gereageerd. Maar het is een voorbeeld. Er zijn een heleboel voorbeelden. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we met elkaar in dit land, en ook daar niet partijpolitiek over kissen bissen, maar dat we met elkaar aan het land proberen burgerschapszin, waarden, verdraagzaamheid, respect voor elkaar, om daar wat meer aan te doen. Wilt u terug in de tijd? Wilt u echt de jaren 50 weer terug hebben, zoals de Beus zegt? Nou, in de jaren 50 liep ik nog in mijn korte broek. Hè. Dus dat hoeft voor mij. Ik hoef wel helemaal niet. Dat moest ik. Ik mocht elk jaar mocht ik een kwartiertje later naar bed. Dat was waren inderdaad de jaren 50. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom wat doen we in de komende jaren. Scholen zijn ook belangrijk, hè, in de overdracht van de juiste normen en waarden. U heeft gezegd, scholen beginnen steeds meer op lesfabrieken te lijken. Ja, massaal, weinig toezicht. Kinderen die worden eigenlijk, krijgen veel te weinig aandacht. Ja. We hebben dat eens voorgelegd uit iemand uit de praktijk, Helene van der Velde. Zij is rector van het Libanon Lyceum in Rotterdam. Mij irriteert ook dat gepriespraat over de scholieren. Ik denk, begin bij jezelf. Als de politie denkt, we moeten de kleine criminaliteit aanpakken, of we moeten gejatte fietsen weer terugbrengen, of we moeten letten op achterlichten die het niet doen op fietsen. Dan denk ik, maak niet zo'n drukte. Doe het, zoals wij dat op school hier ook doen. Wij hoeven toch niet eerst een werkgroep te beginnen met allemaal ethische aspecten of het gedrag van onze leerlingen ons eigenlijk wel bevalt. Nee, het begint vlakbij, als ik de deur van mijn kamer uitkom, of wie dan ook hier, en je ziet dat twee leerlingen onaangenaam met elkaar omgaan, dan zeg je daar op dat moment ter plekke wat van. En als dat niet helpt, dan sleep je er een aan zijn mouw mee naar binnen en je praat er eens even over. Dus met andere woorden, Wiegel kraamt onzin uit? Hij bedoelt het goed en verstandig. En ik zou Wiegel niet graag van onzin beschuldigen. Maar ik vind het veel te gemakkelijk. Het is vanachter, ja, vanuit een bureau of een leunstoel bedacht. En dat soort uitspraken zijn als een vierkante cirkel. Je kunt hem wel zeggen, maar je kunt hem niet tekenen. Nou, eigenlijk zegt mevrouw van der Velde, u praat makkelijk, maar de praktijk van alle dag, nou, u zag die school, hè, veel jongeren, veel nationaliteiten, de praktijk is weer barstig. Ja, daar heeft u natuurlijk gelijk in. En als de rector zegt van, als er wat aan de hand is op de gangen, dan trek je iemand aan de mouw, je haalt hem er binnen en je vertelt hem dat. En zo gaat het ook. Dat is wat u bedoelt, hè? Ja, maar we zijn het volgens mij dus ook helemaal niet oneens. Ik denk dat je misschien nog een slagje eerder moet beginnen. En dat een heel belangrijk... Basisschool. Nou ja, en thuis vooral, hè. Een kind wordt toch gevormd in zijn eerste jaren. Als je als opvoeder een belangrijke rol moet spelen voor je kinderen, en dat, nou, er wordt toch wel steeds vaker geconstateerd dat dat wel eens fricties geeft, want mensen hebben werk en ook nog die kinderen. Bijstandsmoeders moeten weer aan het werk zodra de kinderen 4 zijn en naar school gaan. De VVD is tegen het wettelijk recht op deeltijdwerk. Ja, zo wordt het ook niet makkelijk gemaakt natuurlijk als opvoeder. Elke ouder gaat over de opvoeding van zijn en haar eigen kinderen. En ik denk dat elke ouder voor zijn kinderen het beste wil. Maar ik denk ook dat het voor kinderen heel erg belangrijk is, ja, dat ze ook bijgebracht krijgen die waarden en die normen die ze later in de samenleving nodig hebben. Ja, maar dat kost toch ook tijd? En dan moet je tijd als ouder en ruimte voor zijn inzetten. Ja, nou, misschien ook, heb je dan ook wel eens dan moet je een baan nodig ook van voor, wat minder uren. Daar moet je ook voor willen inzetten. En dat moet je ook met elkaar doen. Dat moeten ook ouders met elkaar regelen. Maar u ziet bespreken. Geen verband tussen bijstandsmoeders die weer aan het werk moeten als hun kinderen naar school gaan en het wettelijk recht op deeltijdwerk dat er niet komt? Nee, daar zie ik geen verband tussen. Die aandacht voor dat revij van normen en waarden, dat sluit natuurlijk mooi aan bij
het partijprogramma van het CDA, Jaap de Hoop Scheffer, die het gezin weer meer centraal wil stellen. Is dat toch een beetje een publieke vrijage ook met het CDA? Uw oude vrienden, zal ik maar zeggen. Hij heeft er niks mee te maken. Ik vind dus dat deze zaak ook helemaal niet in de partijpolitieke sfeer moet worden getrokken. Ik vind dat alle partijen dat punt moeten oppakken. En dat we moeten proberen samen iets aan dat punt te doen. Dus partijpolitiek moet je hier niet mee bedrijven, want dan komt het precies op de kop verkeerd. Waarom? Nou, dan is de een voor en dus is de ander tegen. En dat is dus heel verkeerd. We moeten dat echt samen doen in dit land. Nog één ander punt. Als we het hebben over normen en waarden, dan heeft u het over zinloos geweld, over gebrek aan respect en geweld op school. Ja. Maar we zien natuurlijk ook andere dingen. We zien beursfraude, we zien andere vormen van illegale verrijking. We zien ook dat de afgelopen jaren, vroeger schaam, in de jaren 50, zal ik maar zeggen, liep je in Nederland niet te koop met je rijkdom. Toen liep je niet te koop met je rijkdom. Nu is dat iets, daar mag je voor uitkomen. Ja. Dat is natuurlijk ook iets wat een duidelijk signaal is dat we er anders over denken dan vroeger. Wat vindt u daar eigenlijk van? Nou, u hebt daar gelijk in. Het is ook zijn allemaal bepaalde uitwerkingen toch van het feit dat er een zekere vervaging is van normen en waarden. En ben ik weer bij het begin van ons gesprek, dat vind ik een slechte zaak. En vindt u dat er ook voor die meer nette manieren van normloosheid, dat daar ook, moet daar ook niet een speciale task voor vervangen, of moet die het allemaal meenemen? Als de wet wordt overtreden, moet iemand worden opgepakt en voor de rechter worden gebracht. En dan krijgt hij een rechtelijke uitspraak aan zijn broek. Ja, maar u slaat aan op andere vormen van normloosheid. U slaat niet aan op beursfraude, verrijking, et cetera. Nee, maar ik heb mijn verhaal gehouden over die speciale eenheid vanwege de gedachte dat zinloos geweld, dat is de ingang geweest van mijn verhaal. En zinloos geweld, schrap dat zinloos maar. Geweld, zomaar mensen doodslaan. Dat ik vind dat dat een stukje verwording in de samenleving is. Dank u wel voor dit gesprek.